Ik ben Joeke Nagel, schrijfcoach en eindredacteur van Helmen Vol Verhalen. Heel veel veteranen hebben zich bij ons aangemeld om hun verhaal te vertellen. En ze worden gekoppeld aan een kunstenaar en een journalist. En die twee luisteren naar verhalen over hoe het was tijdens een missie in oorlogsgebied, ver weg. En hoe het verhaal doorging thuis. Hoe je als veteraan ervaringen met je meedraagt die je wel eens zou willen delen. Met je gezin bijvoorbeeld, met vrienden. Of met andere veteranen die misschien gemakkelijker zullen begrijpen wat er gebeurde, hoe het voor je was, hoe je er nu over denkt en hoe het je beïnvloed heeft. En de missieverhalen die niet bij Helmen Vol Verhalen terechtkomen, zijn minstens zo belangrijk als de verhalen die we wel laten vertellen. Dat van jou bijvoorbeeld. Maar er is niks ingewikkelders dan je eigen verhaal opschrijven, terwijl het toch heel fijn kan zijn. Als je verhaal eruit is, komt er ruimte in het hart waar het al die tijd ongezien woonde. En daarom willen we graag alle verhalen, alle veteranen even op gang helpen. Met het onder woorden brengen van je eigen herinneringen, je ervaringen en de emoties die daarbij horen. Stap voor stap, laag voor laag, woord voor woord en in je eigen tempo. Op donderdag 26 november geef ik online een korte workshop voor veteranen. Om een start te maken met het schrijven van jouw missieverhaal. Het maakt niet uit of je zo dyslectisch als een schrijfdeur bent, of dat je heel gemakkelijk schrijft, alleen nog niet hierover. Schrijf je missieverhaal voor jezelf. En dan kun je later altijd nog bedenken of je het wilt laten lezen. En aan wie dan? Leg een ruim schrijfblok en een goede pen naast je computer, of open alvast een Word-document, want dan kun je meteen beginnen. Lucht je hart. Schrijf je verhaal op. Meedoen kost niks. Donderdag 26 november, 19:30, mijn missieverhaal. Tot dan.